Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe editie van Thuis in Beweging. Mijn naam is Jury van Ten The Lifestyle Company in Meersen. Jullie hebben mij vast en zeker al eens misschien eerder voorbij zien komen. Dus ik ben blij dat jullie vandaag weer meedoen. Vandaag staat mijn workout alweer in het teken van een stoel. Dus we gaan daar ook weer alle oefeningen uitvoeren vanuit een stoel. Heel belangrijk ook, dus pak deze alvast erbij, om in die stoel ook gewoon heel goed recht te blijven zitten. Puur voor alle spieren goed aan te kunnen spannen. Dus pak de stoel erbij. Ga ik alvast plaatsnemen. Gaan we zo meteen beginnen met een korte warming-up. Dus ik wil vragen, duw alvast een play en dan gaan we beginnen. Goed, rechtop gaan zitten, borst vooruit, schouders naar achter en schuif iets naar voren op de stoel. We gaan zo meteen marcheren, dus we gaan tegelijk de armen en benen bewegen. Dus doe maar met mij mee. Goed, dus neem de armen en benen tegelijk mee. Heel belangrijk, schouders naar achter trekken, navel goed op spanning brengen, dus intrekken. Zodat de buik ook op spanning blijft, zodat je goed recht blijft zitten. Goed zo, hou dit nog even vol. Moet er goed warm worden. Goed, hou vol. Oké, ontspannende armen. We gaan rustig de knieën omhoog brengen. Dus probeer de knie richting je borst te bewegen. Maar weer heel belangrijk, blijf goed recht zitten. Dus weer de schouders naar achter, borst vooruit. En span die buik goed aan. Kijk maar hoe ver je komt met de knie. Probeer die maar zo ver mogelijk omhoog te brengen. Goed, hou vol. Ga door, hou nog even vol. Nog drie, nog twee en de laatste. Ontspan weer in de benen. We gaan zo meteen één arm vooruit zwaaien. Dus voorzichtig dat je niet met je arm achter tegen de stoel aankomt. Probeer die arm maar goed rustig los te zwaaien. Gaat dit niet voor je thuis? Kijk gewoon zelf wat gaat. Heel belangrijk. Probeer wel een beetje de grens op te zoeken, maar mag geen pijn doen. Goed, we gaan hem nu achterwaarts zwaaien. We blijven rustig doorgaan. Blijf maar goed achterwaarts zwaaien. Heel belangrijk om goed recht te blijven zitten. Nog twee. En de laatste. Goed, we gaan met de linkerarm voorwaarts zwaaien. Goed, hou vol thuis. Nog twee. En de laatste. En we gaan achterwaarts zwaaien. Dus zoek weer die grens voor je op. Mag geen pijn doen natuurlijk. Kijk wat gaat. Heel belangrijk. En blijf ook weer goed recht zitten. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed, ontspan weer even. Schuddel de arm even los. We gaan de armen op de schouders leggen op deze manier. En we gaan dan uitstrekken naar de zijkant. Op de schouders en uit. Probeer zo gestrekt mogelijk de armen uit te strekken. En hou de bovenarmen in één rechte lijn van elkaar. Heel belangrijk weer, goed recht blijven zitten. Span die buik weer goed aan. Goed, ga door. Hou vol. Doe er nog twee. En de laatste. Oké, we duwen de ellebogen naar voren, handen weer op de schouders en we gaan naar voren bewegen. Goed. Dus hou die bovenarmen gelijk aan elkaar. Leg de handen op de schouder en strek uit. Goed. Hou vol. Doe er nog vijf. Nog vier. Nog drie. Nog twee.
En de laatste. Goed, ontspan even. Draai de schouders even samen. Los naar achter. En naar voor. Ontspan er even in de schouders. Laat lekker hangen. Zorg wel dat je goed recht blijft zitten. Goed, we gaan zo meteen weer beginnen met marcheren. Dus doe maar met me mee. Probeer de knieën maar zo ver mogelijk op te trekken als het gaat. We gaan het tempo ook iets verhogen ten opzichte van het de eerste keer marcheren. Goed, hou maar vol. Dus kijk maar hoe ver je komt met de knie. Probeer het tempo goed erin te houden. Goed, hou vol. 3, 2, 1 en rust. We gaan goed recht zitten en we gaan zijwaarts buigen. Dus leg één hand naast je hoofd omhoog en buig zijwaarts. Laat de andere hand hangen. Kom rustig terug en we wisselen. Buig rustig zijwaarts. Kom rustig terug. Laat weer hangen en wissel. Goed, rustig recht weer. Omhoog. Goed, hou vol. Rustig weer op. Doe iedere kant nog één keer. En de laatste. Goed, we gaan weer rustig door marcheren. Dus blijf weer op de plaats. Hou het tempo weer hoog voor jezelf. Krijg je dit tempo niet gevolgd thuis, ga je gewoon lekker je eigen tempo doen. We kijken gewoon wat gaat. Dat is heel belangrijk. Dus blijf rustig doorgaan. Blijf goed recht zitten, ten alle tijden. Goed, hou vol. Vijf. 4, 3, 2, 1 en ontspan. Goed, we gaan weer buigen. Maar we blijven aan één kant. Dus we gaan naar links buigen. Kom rustig op. Goed recht. En we gaan nog een keer. Weer goed recht. Buig maar weer door. Hou vol. Laatste. Goed. En wissel van kant. Hou vol. Nog 3 te gaan. Nog 2. En de laatste. Goed, ontspan weer. Zometeen krijgen we een nieuwe oefening. Je gaat goed recht zitten. Je brengt je hak richting de knie. Je strekt het been uit. Hak naar de knie. Je strekt het been uit. Heel belangrijk, goed recht zitten. En je mag achter tegen je stoel gaan zitten. Daarna wisselen we van been. Strek je uit op de knie. En je strekt uit voor jezelf. Je strekt hem echt uit naar de zijkant. Niet rechtdoor. Ja? 3, 2, 1 en we beginnen met rechts. Goed. Trap uit. Richting de knie. Trap weer uit. Heel belangrijk is dat het been altijd van de grond blijft. Gaat het niet, pak je een korte pauze. Zet je hem even neer. Ga je daarna door. Yes. Maar probeer het been zo gestrekt mogelijk schuin uit te strekken. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, wissel van been. Goed. Blijf even goed recht zitten. Goed, dus trek hem goed naar de zijkant. Hou vol. Ga door.
Nog drie. Nog twee. En de laatste. Oké. Goed, we leggen twee handen op de knieën. En we gaan voorover buigen. Tikken de tenen aan. En komen weer recht. Goed. Doe maar met me mee. Goed recht. En de hand pas weer omlaag. Goed, hou vol. Ga door. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed, kom weer rustig recht zitten. We gaan zo meteen weer vijf keer met rechts, vijf keer met links uittrappen. Dus je brengt de hak weer richting de knie en je strekt uit. Dat is al 1, 2, 3, 4 en 5. Goed, wissel van been. 1, 2, 3, 4 en 5. Goed, netjes. Pak weer de handen op de knieën. We gaan weer voorover buigen. Stik de tenen weer aan. Kom rustig recht. Goed, hou vol. Ga door. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed, kom rustig staan. Kom weer rustig op. Blijf gewoon goed weer recht zitten. Ga zo meteen naar de volgende oefening. Ga weer goed achter tegen zitten. Je legt één voet op je knie en zet hem neer. En je wisselt dan meteen door van de andere oefening. Andere been. Yes, dus doe maar met me mee thuis. Rechts, links op de knie. Laat de knie ook even doorzakken naar beneden. Voordat je pas weer neerzet. Dus knie naar beneden, zet maar neer. Goed. Goed, dus duw die knie goed naar beneden. Dus blijf goed recht zitten. Je mag je altijd vastpakken aan de stoel. Als je merkt dat je het evenwicht verliest. Of dat je denkt van dat vind ik makkelijker. Mag dat natuurlijk altijd. Goed, duw die knie goed omlaag. Goed. Nog twee per been. En goed. De laatste op rechts. En links. Goed. Volgende oefening. Je legt de handen op de knieën. Je buigt voorover en je duwt je met je handen omhoog. Yes, dus strek je eigenlijk de ellebogen uit. Dus vanuit de ellebogen duw je jezelf omhoog. Heel belangrijk. Duw je vanuit de elleboog omhoog. Ga niet vanuit de rug omhoog duwen. Dus echt vanuit de handen duw je omhoog. Duw je omhoog vanuit de handen. Goed. Is het te lastig voor je thuis? Ga je gewoon iets compenseren door je lichaam iets sneller omhoog te laten gaan. En voordat je je arm omhoog duwt. Maar probeer alles vanuit die handen omhoog te duwen. Dus vanuit die elleboog strek je omhoog. Goed. Hou de elleboog gewoon kort langs het lichaam. Hou vol. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed. Oké, we gaan weer de voeten op de knie leggen. Dus we gaan weer links, duw de knie omlaag, kom weer op en zet je hem neer. Op de knie, duw omlaag en terug. Goed. Goed, hou vol. Duw die knie goed omlaag. Blijf weer goed recht zitten.
Goed, Duvel. Nog één keer per been. Goed. We gaan weer de hand op de knie leggen en we gaan weer uitduwen vanuit de ellebogen. Dus we gaan omlaag. En je duwt omhoog, goed. Omlaag en duw jezelf omhoog. Goed, Duvel. Nog twee. En de laatste. Goed. Kom weer rustig opzitten. Heel belangrijk, we gaan nu goed achter tegen zitten. Zometeen tellen we één been op. Houden we 3 seconden vol. En zet je weer neer. Eén been op. En neer. Doe maar mee. Tenen goed naar je toe trekken. 3 seconden en je zet hem neer. Dus als je hem hoog brengt, tenen goed naar je toe. En dan zet je hem neer. Dus hou vol. Dus goed achter tegen blijven zitten. Nog 2 per been. De laatste op links. En op rechts de laatste. Goed, je gaat goed rechts zitten. Je pakt 2 handen naast je. En je gaat voorwaarts bewegen. En je duwt eigenlijk je borst helemaal samen als je voor bent. Dus knijp heel goed in die borst. Zoals je die samenbrengt hiervoor. Goed, hou vol. Nog 3. Goed. We gaan zo meteen de benen weer strekken. We beginnen op rechts. Dus doe maar met mij mee. En omhoog, tenen goed naar je toe. Goed, hou vol. 3 seconden even vasthouden. En dan terug. Goed. Hou vol. Dus hou die 3 seconden vast. Goed. Goed, hou vol. Zijn er bijna. Het zit bijna weer erop. En hebben we weer een mooie workout gehad voor vandaag. We doen ieder been nog 2 keer. De laatste keer op links. En de laatste op rechts. Goed, we gaan nog de laatste oefening afmaken, de fly. Dus we gaan naar voor, knijp die borst goed samen en terug. Probeer zo ver mogelijk naar achter te gaan met je handen en dan weer terug naar voor. Nog 2, hou vol. En 2. Goed. Nou, dames en heren. Ik hoop dat jullie weer een leuke workout hebben gehad met mij. Mijn naam is Jury van Tandelizer Company in Meersen. Ik hoop natuurlijk dat jullie de volgende keer weer kijken. Misschien zien jullie mij dan wel of een collega. Maar ik hoop dat jullie voldoening hebben gehad. Dus dat je altijd, zodra je ook in een stoel zit, kun je genoeg blijven bewegen. Dus blijf dat ook lekker oppakken. En zorg dat je altijd blijft bewegen. Tot de volgende keer. Groetjes, Jury.